Jort, wat gaan we doen? We gaan naar de oude Tuffenbaan, want die is weer open. Want die is vernieuwd. Helemaal vernieuwd, ja. Dus het is eigenlijk nou een nieuwe Tuffenbaan. We hebben andere autootjes. Ja. Kijk, het is wel even wachten. Maar dat gaan we doen. Als het goed is, is het ook interactief of zo. Dus we gaan het zien. Oh, ik ben het filmpje al begonnen. Tegenwoordig zien de autootjes er van de oude Tuffenbaan heel anders uit. En ik moet doorlopen, want de rij gaat verder. Ze hebben de wachtrij ook een stukje verlengd. Staat nou een beetje ter hoogte van de halve maan. En vervolgens hebben ze hier dadelijk een opsplitsing, zodat je aan beide kanten een autootje in kan stappen. Dus het instapproces zou daardoor versneld moeten zijn, maar ik vind het is vandaag gewoon nog steeds druk en er staan nog steeds mensen op het plein. Dus het kan zijn omdat het natuurlijk net vernieuwd is en iedereen wil hierin om dat te zien. Maar het is niet zo dat ik denk van, oh, nou hebben ze het wachtrijprobleem geheel aan opgelost. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Wij gaan hier zo in en dan ga ik dit eens filmen. En wij gaan ook toeteren. Je moet blijkbaar toeteren naar de diertjes en dan is dat interactief. Dus we gaan zo dat eens meemaken. Duck Hunt is er niks bij. Wat is er niks bij? Duck Hunt. Duck Hunt. Ja, moet je toeteren en dan komen er één omhoog en dan... Oh. Ja, Jort is van de retro spelletjes. Kijk, daar gaat zo'n autootje. Nou, Jort, hier gaan we zo splitsen. Waar gaan we heen? Links, rechts? Ik vind rechts. Of links. Doe maar links, dan zitten we vooraan. En dan kunnen wij als eerste zorgen dat de beestjes schrikken. Van het honken of het huppen. Aldus Jorts theorieën. Ja, er staat hier ook heel mooi zo'n bordje met gelieve te klaksoneren naar de dieren, want niet hebben ze weggestreept, dus je mag dat wel doen. Dus dat gaan we zo dan maar even uitproberen. Jort is helemaal blij dat hij mag gaan rijden in het nieuwe wagentje. Kijk, ze hebben allemaal hele leuke namen. Dit is de Veldwacht. En hier komt een smederij aan en ze hebben ook hele leuke nummerborden die erbij passen. De smederij heeft hamer. Zo zijn ze allemaal een beetje passend bij elkaar, dus dat is echt wel super lachen. Kan en kruiken. Wij gaan vandaag mee met de pottenbakkerij. Kannen en kruiken. Potpan nummer 10. Jort mag sturen. Kun jij überhaupt sturen? Ja. Nou, we zitten hoor. Oh. We zitten ongeveer. Het zit nog best prima. Toeter ik al? Zometeen denk ik. Oh. Ik wou even de bril van. Leuk hè, ik word gereden vandaag. Ik hoef alleen maar rond te kijken. Draag ik mis deze. Ik heb mijn privéchauffeur Jort mee. Ja, ik kan ook toeteren. Kijk, er is een toeterknopje ook achterin. Dat is lachen, je kunt achterin ook toeteren. En blijkbaar moet je toeteren naar dieren en zo. En dan gebeuren er dingen of zoiets. Nou, het ritje zelf is verder als het goed is niet echt veranderd, alleen wat interactieve toevoeging. Oh. We hebben ook vertaan een muziekje onderweg. Alles weer. Ik ben veel te druk. Ik zeg dat ook, haasjes. Ja, toen was ik... Nee, ik was te druk op het toetertje drukken. Een druk ritje. Nog wat vind je ervan? Dat was grappig. Bruggetje. Ik zie ook mijn god niet wanneer er iets is waar ik ga voor toeteren. Oh, dit
was een abrupte stop. Dat vind ik niet zo prettig, chauffeur. Sorry. Oh, daar heeft het gaspedaal en gaspedaal aan elkaar. Oh, hier kunnen we het. Kijk, ik zie het. Tippetjes. Dit is er niks. Wieltje. Tippetjes, nee, je volgens mij niet zoveel. Nog een bruggetje. Het is wel gedaan met de rust, hoor. En veel getoeter en muziek. Wat het zo leuk is in de lente in de Efteling is dat alles zo lekker net groen wordt. De natuur komt weer tot leven. Dat heb je allemaal nog van dat hele zachte kleuren groen in de struiken en bomen. Dat vind ik mooi. En van de zomer is het allemaal veel donkerder groen weer. En zo heeft elk seizoen wel iets leuks. Moet ik nogal weer toeteren? Oh, nog een bruggetje. Ja, daar, daar is een rokende auto. Oh. Moet ik al toeteren? Daar is iets niet goed, hoor. Hier is iets zitten. Oh, kijk, dat is een uitgevoortje. Ik had het veel te snel langs die dingen. Rustig rij je overal, behalve bij die dingen waar iets te zien is. Dat is ook jammer. Daar ben ik gewoon een beetje zenuwachtig van, al die ongelukken. Ja, dat snap ik. Die auto zag er niet goed uit. Oh, daar nog meer. Melk komen! Ja. Oh, hier is een vogelverschrikker of zo. En ik toeter mijn ongeluk, jongen. Vogelverschrikker lijkt een beetje dood te zijn. Maar ja, het is ook een vogelverschrikker, hè. Wel lekker als je hier langs de route zit, allemaal van toeterende autootjes. Express ga ik toeteren. Als ik daar zit, heb ik daar ook last van. Nou, en dan zijn we bijna bij de uitgang. Wat staat daar dan? Boefje. Oh, boefje. De veldwacht heeft als kentekenbewijs boefje. En de smid heeft hamer. En wij zijn, wat waren wij ook alweer? Kentekenbewijs? Nobord. Allebei? Kentekenplaat. Ja, pot. Pan. Potpan. We moeten even kijken wat we achterin hebben. Oh, achter ons zit de halve zool. Schoenmakerij de halve zool. Een halve zool achterop. En er staat op veters. Zondagsrijden. Er staat op het nummerbord veters. Dat is echt wel grappig gedaan. Ja. Oh, de stoomtrein in de verte, jongens. Komt de stoomtrein aan. Oeh, door het raampje daar kunnen we misschien zien. Stoomtrein. Ja, daar is hij. Dag, stoomtrein. Dat is nu de echte oude tuffer. Die werkt echt op kolen. Oh, auto's. Kleermakerij, het steekje los. Knoop. Maar een beetje afstand houden. TikTok.
Brabantse klok. Of zoiets. Oh nee, het Brabantse kwartiertje. Dat was dan een klokkenmaker. Ja. Ja, dat is wel echt heel leuk gedaan, al die namen. We mogen het daar dadelijk weer uit, dus ik ga hem nou stopzetten. En dan ga ik dadelijk nog wel eventjes aan Jort vragen wat hij ervan vond. Jort, wat vond je van de vernieuwde oude tufferbaan? Nou, de autootjes zijn iets hoger, maar nog steeds lekker krap. En ja, de baan is gewoon hetzelfde, maar er staan wat dingetjes bij, wat beestjes die ik kan laten schrikken. Het is wel leuk. Ja, en we hebben voor dan muziek. Muziek in de auto. En heel veel getoeter. En heel veel getoeter, want iedereen wil natuurlijk de beestjes laten schrikken. Ja. Ja, daar krijg je een hele hoop getoeter van. Ja. Dus helemaal als je dan hier lekker langs de zijkant zit, heb je alleen maar toeterende auto's in. Kijk, daar lekker relax zitten, daar is er niet meer bij. Nee. Maar wel een leuke attractie, zou ik nog wel leuk vinden. Ja, vooral voor kinderen is dit toch wel super. Dus Anita van de zomer, als we weer eens moeten wachten op achtbaanrangers, dan kunnen wij dit ook doen. Lekker tuffen.